De verbouwing van cultureel centrum De Sterrentuin in Leiderdorp gaat 6 ton extra kosten. Met die nare mededeling komt het college. Een plan van het vorige college werd in de ijskast gezet. Het was namelijk te duur. Daarom komt ze nu met een voorstel de gemeentewerf niet te verbouwen en dat geld in De Sterrentuin te steken. En inmiddels is gebleken door de toename van de kosten, onder andere, dat het college besloten heeft om de werf niet verder te verbouwen als accommodatie en ons volledig te richten op De Sterrentuin. En de kosten die we daar eigenlijk mee besparen door de werf niet uit te voeren, dekken we eigenlijk, is het voorstel, de kosten van De Sterrentuin. Door de verbouwing zou De Sterrentuin een jaar dicht moeten. De bibliotheek zou zelfs zomaar een jaar kunnen verdwijnen uit het dorp. Wij zijn nu nog, en daar gaan we nog met de raad overigens over in gesprek, om te kijken hoe gaan we nou eigenlijk tijdelijk die bibliotheek in Leiderdorp faciliteren. En er zijn allerlei opties mogelijk. Er wordt al verondersteld helemaal geen bibliotheek in Leiderdorp. Dat zou een optie kunnen zijn. Ook voor het Leiderdorps Museum en Theater Toverlei moet nieuwe huisvesting komen. De oppositie is onaangenaam verrast door het nieuwe plan. Nou ja, weer 6 ton. We hebben 2 weken geleden over ongecontroleerde uitgaven van 500.000 gehad. En nu hebben we het weer over 6 ton. Het gaat steeds over heel veel geld. En we hebben niet het gevoel dat we nou echt in controle zijn over de uitgaven op dit moment. Dus we vinden dat hier in ieder geval even goed naar gekeken moet worden voordat we hiermee akkoord kunnen gaan. Nou ja, we moeten het voorstel nog even goed bestuderen en ook bespreken. We staan niet te juichen, voor dit verhaal. We willen waarschijnlijk nog wel een aantal dingen weten, ook van het college. Dus we gaan nog wat vragen stellen. En dan zullen we kijken in het debat waar we op uitkomen en hoe de andere partijen daar ook in zitten. Dus even afwachten nog. De grootste coalitiepartij, lokale partij Leiderdorp, is blij dat er eindelijk een plan is. Dat het 6 ton extra gaat kosten, is best uit te leggen, al dus de LPL. Dat kan liggen aan dat je het verkeerd verwacht, hè? Dat je dat verkeerd hebt ingeschat. Maar wat een feit is, dat de bouwkosten in Nederland enorm gestegen zijn. Al die aannemers, die barsten van het werk, dus die vragen hogere prijzen voor hun werk. En ja, zo is het ook duurder geworden. De gemeenteraad beslist in maart over het plan.